Rijnsburgse Boys ontvangt Kozakken Boys. Kozakken Boys dat het heel erg goed doet. 7 wedstrijden op rij weten te winnen. En Rijnsburgse Boys, ja, de laatste weken toch wat minder. Had ook een hele goede serie. En heeft hier ook de eerste kans van de wedstrijd. Tot 2 keer toe. Parami. De fout is van Stout. Maar hij wordt gered door zijn doelman Arends. Die tot 2 keer toe goed ingrijpt. Begin dus voor Rijnsburgse Boys. Had daar via Parami al kunnen scoren. En wordt hier gestuit. De overtreding is op Tillema. Gemaakt door Sven van Inge. Scheidsrechter Serik geeft een vrije trap aan Rijnsburgse Boys. Goeman. En weer is Arends. De doelman die toont dat hij betrouwbaar en van grote waarde is. Je wint niet alleen via je aanvallers 7 wedstrijden op een rij. Hier Kozakken Boys voor de eerste keer een beetje gevaarlijk via Tavares. Zoals gezegd, het begin was voor Rijnsburgse Boys dat de kansjes en kansen dus niet wisten benutten. Op slag van rust komt er wellicht nog een mogelijkheid, maar die hoekschop is niet goed. Dan kan met een beetje moeite Artien de bal opruimen, zou je zeggen. Maar Opoku is de man die hem dan weer terugbrengt. Het is een beetje een rommelige fase, maar uiteindelijk komt er dan toch de mogelijkheid. De kopbal van Tillema en weer Arends. Geen treffer dus voor Rijnsburgse Boys dat een overwinning zo nodig kan gebruiken na 3 nederlagen op rij. Kozakken Boys dan na rust voor de eerste keer wat gevaarlijker. En dat levert meteen een situatie op die heel pijnlijk is voor Rijnsburgse Boys. Want het is Hens, ja zeker, het is Hens van Opoku. Het is goed gezien door scheidsrechter Serik. Je kunt er ook bijna niet omheen. De penalty feilloos benut door de man die daar wel raad mee weet. El Azouti. Zijn 15e treffer alweer van dit seizoen. Dus pech voor Pieter Mulders, de trainer van Rijnsburgse Boys. Een paar minuten later moet Rijnsburgse Boys weer verder verdedigen. Aanvoerder Goedman geeft een hoekschop weg. Dan niet zo'n beste ingreep van doelman van Nieuwkoop. Dat is allemaal wel waar. Maar het dient gezegd Stout, die zo lelijk in de fout ging in de beginfase van de wedstrijd, schiet die bal wel heel erg mooi netjes binnen. Tussen heel veel spelers in, maar hij mikt. En hij mikt uitstekend. Daar kan Van Nieuwkoop dan niet bij. Begin van de wedstrijd was voor Rijnsburgse Boys. En dat is de slotfase ook. Want ze krijgen hier uiteindelijk via Stroker toch een beste mogelijkheid. Arends wordt hier nog geassisteerd door Montero voor de doellijn. Dus geen treffer voor Rijnsburgse Boys in die situatie. Ze blijven het wel proberen en dat valt te waarderen. Maar of het ook nog wat oplevert, we zitten in de officieel laatste minuut. Goeman zet die bal nog een keer in. Dan wordt hij aardig binnengekopt door Serboni. Maar Arends, de doelman van Kozakken Boys, had het druk. Maar dat deed het allemaal feilloos. En dus winnen ze voor de 8e keer op rij. Kozakken Boys, nu van Rijnsburgse Boys met 2-0.